Kun jij goed onder druk presteren, Kenny Thijssen? Ik kan zo goed onder druk presteren. Ja, ja. Want omschrijf eens wat er achter deze camera allemaal gebeurt nu. Ja, een paar vervelende teamgenoten, maar ik kan er tegen. Ik ben van ijs. Het hoort erbij op zo'n avond, toch? Ja, ja, hoort erbij. Prima overwinning. Iedereen is blij, dus kan. Jij doet het niet alleen verdedigend, maar ook aanvallend. Heb jij een bijzondere rol bij dit Sparta? Ja, prima. Ik krijg mijn kans. Ik weet dat ik elke wedstrijd mijn kans krijg. Dus blij dat er weer eentje inging vandaag. Ja, wel met meer geluk dan wij zijn dat hij bij jou terecht kwam, geloof ik, toch? Ja, viel mooi voor mijn voeten en ik dacht niet na. Dus, mooie goal, dacht ik. Ik heb al vaker wedstrijden van Sparta hier in Maastricht gezien, maar zo overtuigend als dat Sparta vanavond was, heb ik het nog niet zo vaak meegemaakt. Merk je dat zelf in het veld nou ook, van hey, het gaat lekker vanavond? Ja, ik denk dat we eerste helft vooral heer en meester waren. We voetballen goed, vonden elkaar, driehoekjes. En ja, ik denk dat we terecht op voorsprong komen. Moest alleen eerder... Dat is niet te doen, hè, dit? Nee, ik moet even kooi filmen, snel. Toevallig sta ik hier gewoon naakt. Nou, niet te filmen met dit, hoor. Niet te filmen met hier gebeurt. Het is verschrikkelijk. Kijk dan. Ja, dit zijn de dingen die we niet willen zien natuurlijk. Blote kont van Frank Kooijman, dat is toch een smet op zo'n avond. Ja, word je niet blij van. Vieze haren. Ik denk dat ik niet kan slapen vanavond. Gaat er dan, als je inderdaad niet kan slapen, gaat dan heel zo'n wedstrijd nog door je hoofd en val je dan eigenlijk toch met een glimlach in slaap? Ja, meestal denk ik nog na over mijn kansen en over de wedstrijd, wat er goed ging en fout ging, en daarna val ik wel prima in slaap. Is het enige wat dan eventueel nog fout gaat, dat je het al veel eerder helemaal had moeten beslissen, dat er nog één fase is en dat het nog eventueel spannend kan worden en dat dat eigenlijk niet mag? Ja, dat klopt. Je zag het in de beginfase van de tweede helft, dat we even onder druk stonden. Dat is eigenlijk omdat je gewoon de eerste helft al de tweede moet maken en dan is het al zo goed als klaar. Nu werd het nog moeilijk, maar uiteindelijk denk ik een terechte overwinning. Gezellig ploegje dit, hè? Ja, prima ploegje. Mooi.